Hoi collega, ik ben Anne Floor en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je in Class Notebook de inhoudsbibliotheek invulling kunt geven. In een vorige video heb ik jullie laten zien hoe je Class Notebook installeert voor jouw klas, voor jouw team. Dus als je dat nog niet gezien hebt, ga daar dan nog even naartoe. Intussen gaan wij naar Class Notebook. We zitten weer in het kanaal Algemeen, want in de andere kanalen zit geen Class Notebook, dat kan alleen in het kanaal Algemeen. Dus vanuit hier gaan we naar ons notitieblok. En dan komen we op de welkomstpagina die we vorige keer zo hebben gemaakt. Dan is het belangrijk dat je op dat paarse pijltje hier klikt. En dan zie je hier onze opties. Deze testgebruiker en testslim zijn mijn zogenaamde studenten. Dit zijn hun eigen notitieblokken. We gaan vandaag kijken naar de inhoudsbibliotheek. Dit is namelijk een ruimte waar ik als docent al mijn materiaal kwijt kan, zonder dat de studenten daarbij kunnen, daar iets aan kunnen wijzigen of het kunnen verwijderen. Als je het opent, dan krijg je hier deze mooie tekst met precies hoe het werkt en wat handige inspiratie over wat je hierin kwijt kunt. Ik klik weer op het paarse pijltje en dan gaan we een nieuwe pagina aanmaken. En hier wil ik namelijk voor mijn klas hun examentijden op gaan schrijven. Dus die noemen we examentijden. En OneNote werkt net zoals een Word document. Dus je hebt dezelfde opties daar. Dus laten we een mooi tijdschema voor hen kopiëren. En dan waren we in Teams bezig. En plakken. Zo, nu kunnen zij precies zien waar ze aan toe zijn. En heb ik ook mooie kleurtjes erin. Omdat ik die ook in mijn andere Word-bestand heb gebruikt. Wat nou het fijne hieraan is, is dat ik het gewoon kan verslepen hoe ik wil. En ik kan erin typen wat ik wil. Maar de studenten niet. Die zien dit als een statisch document. Daar kunnen zij niks in betekenen. Dus ik kan nu nog bedenken. Oh, op 6 april ben ik iemand vergeten. Namelijk Wiske. Die kan ik er dan nog rustig bij zetten. Maar mijn studenten kunnen hier niets aan veranderen. Zij zien enkel en alleen wat ik wil dat ze hier zien, dit. Wel kunnen ze het kopiëren en in haar eigen notitieblok plakken, bijvoorbeeld. Dit is de inhoudsbibliotheek. Je kunt hier heel veel kwijt, afbeeldingen, bestanden bijvoegen. Ook een bestandsafdruk maken, dus dat ze niet het bestand hoeven te downloaden, maar hier direct kunnen lezen. Tabellen, wat je wil. Stickers, ook altijd leuk. De studenten ook erg leuk. Duurt altijd wel even om te laden. Gaat beter in de app. Ga hier dus mee aan de slag. Zorg dat je hier de belangrijke documenten bewaart. En lesmateriaal dat je niet kwijt wilt. Veel succes en laat het ons weten als je vragen hebt.